De knal was tot in de wijde omgeving te horen. En nu is de rookgasontzwavelingsinstallatie van de Nijmeegse Energiecentrale verleden tijd. Het neerhalen van het 35 meter hoge gebouw veroorzaakte een enorme stofwolk die gelukkig niet schadelijk is voor de gezondheid van omwonenden. Toch golden op het Enzi-terrein strengere veiligheidsmaatregelen dan normaal en raadde het energiebedrijf mensen af om te komen kijken. De sloop van de centrale gebeurt in fases. Begin volgend jaar is de schoorsteen aan de beurt en halverwege 2022 moet de hele centrale gesloopt zijn.